Hallo allemaal, namens de AVRO hartelijk welkom bij de internationale finale van het Junior Song Festival vanuit Kiev. De plek waar zometeen Ralf ons land gaat vertegenwoordigen met zijn tapnummer Klik Klek. Ralf kreeg in Nederland drie keer 12 punten, de maximale score. We hopen dat hij hier vanavond ook indruk zal maken. Feit is, Ralf is mega populair, vooral bij de meiden. Ja, we zijn nu live vanuit het Sportpaleis van Kiev. We openen deze show met de sleutel die toegang geeft tot de magische speeldoos. Hij wordt geopend door de 7-jarige Yuri en Karina. Dit jaar doen 13 landen mee en Nederland treedt zometeen op als 7e, precies in het midden. En zowel Nederland als België zetten vanavond hun troeven in. Zeker als je kijkt naar de winnaars van de afgelopen jaren. Europa zou deze optredens wel leuk moeten vinden. In 2005 won namelijk een poppetje uit Rusland. België stuurt dit jaar ook een schattig meisje, Laura, die gaat jodelen. Nederland komt, net als de winnaar Wit-Rusland in 2006, met stoere dansende jongens. Nieuw is dat Ralf zal tappen en acrobatentoeren uithaalt. Een salto, een spinner op zijn rug en dat terwijl hij gewoon doorzingt. Daar kunnen deze tappende meiden nog wat van leren. Ralf werd net nog gebeld door Jeroen van der Boom, voorzitter van de jury van het AVRO Junior Song Festival in Nederland. Hij heeft hem succes gewenst. Nou, is dat niet leuk? Hij heeft deze week 4 keer gerepeteerd, Ralf. En dat ging heel erg relaxed. Daarmee kun je zien dat hij met zijn 14 jaar al echt een rasartiest is met veel podiumervaring. Ralf en zijn dansers zijn niet zenuwachtig en willen vooral lol en plezier hebben tijdens hun optreden. Want dat is waar deze mannen het allemaal voor doen. En ik beloof jullie, het wordt een heerlijke avond met leuke, goede, verschillende optredens. Zorg dus dat je alles bij de hand hebt en kan blijven zitten, want echt, je wil niks missen. Zelfs de ex-act tijdens het wachten op de punten, die zijn zometeen spectaculair. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Junior Eurovision Song Contest 2009. En we gaan naar de opkomst van de artiesten in volgorde van optreden. Het eerste land is Mimi uit Zweden. Ze heeft een zware week gehad, want ze heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege haar stem. Katja uit Rusland, kanshebber. Voetbalvrouw uit Armenië zag je net voorbij komen. En Roemenië brengt Ioana. Deze dames die vielen echt als een blok voor Ralf en zijn mannen. De band Nista Lichno uit Servië. En de prinsessen uit Georgië. En dan voor het eerst op Europese televisie Ralf en zijn dansers Geronimo, Tim, Dylan en Cassius. Mooie Rafael uit Cyprus komt erna. En dan een opvallende act Double Trouble. Dat was Malta. En dan gastland Oekraïne. De kleine Andranik is de zanger. Dan Laura uit België en Wit-Rusland. Ze komen zo meteen met een heel apart nummer. En als laatste Sarah uit Macedonië. Haar nummer is een lekkere disco-stamper. And now let us greet the host for this magic evening of the Junior Eurovision Song Contest 2009. En this
Daar komen de presentatoren van vanavond. Annie Lorak en Timur Mironchichenko. Annie is een heldin in Oekraïne, want 2 jaar geleden werd ze tweede tijdens het Eurovisie Songfestival in Servië. Timur doet normaal tijdens het Eurovisie Songfestival de commentaar voor Oekraïne. Vanavond staat hij dus op het podium. Junior Eurovision Song Contest 2009. Ja, Annie meldt ons dat het het 7e Junior Eurovisie Songfestival is. Het volwassen Eurovisie Songfestival bestaat al 54 jaar. Het is de laatste jaren helaas in Nederland wat minder populair geworden. Het Junior Songfestival daarentegen doet het steeds beter. Certainly tonight the brightest young star from 10 to 15 years old has got it in his heart in Ukraine in famous Kinderen uit heel Europa, allemaal tussen de 10 en 15 jaar, zijn hier naar Kiev gekomen, de hoofdstad van de Oekraïne. Naar Rusland in Europa. Het publiek die geeft de sterren van vanavond alvast een goed applaus. En dat hebben ze best verdiend, want vanavond kijken er miljoenen mensen in heel Europa naar dit festival. You know, I can imagine what is happening in the green room now, where young contestants are preparing for their performances. So, it's time to introduce the host of the green room. It's our colleague and a talented guy. Alle kinderen zullen tijdens de show in de green room zitten, dicht bij het podium. En daar zit ook een speciale presentator, de 12-jarige Dima Borodin. Hij is presentator hier in Oekraïne. En hij heeft als zanger ook meegedaan aan de voorrondes van dit Junior Songfestival, maar dan natuurlijk in Oekraïne. En vanaf vandaag is hij een van de jongste co-presentatoren ooit van de Eurovisie Songfestival uitzendingen. To do their best, and that is why they're surely a little bit nervous before the start. Boys and girls, alle kandidaten gaan hun best doen. Sommigen zijn een beetje nerveus, natuurlijk hartstikke logisch. Iedereen die vertegenwoordigt natuurlijk zijn land. Vanavond kijkt heel Europa naar hem. Zelfs in Australië kijken ze mee. Aan de andere kant, dit is wat deze kinderen natuurlijk het allerliefste willen. Optreden voor een groot publiek. Spannende avond voor ons allemaal, want we hopen op grote kans voor Ralf. According to the old Ukrainian tradition, we would like to bow low and to greet everybody. Dan nu op een oude traditionele manier wordt hier gegroet in de Oekraïne. Een diepe buiging om iedereen officieel welkom te heten. Ja, en we zien nu hele leuke kleianimaties. Op deze manier worden alle kandidaten straks voorgesteld. Met dit keer geen sfeerbeelden uit Oekraïne, maar typische kenmerken van het optredende land. Zo zie je bij ons bijvoorbeeld fietsen, Amsterdamse grachtenpanden en windmolens. Ja, dat wist wel. Vanuit Oekraïne, Kiev. En wat nieuw dit jaar is dat je tegelijkertijd via de website www.junioreurovision.tv live kan zien wat er backstage gebeurt, dus achter de schermen. Ja, dan nu de spelregels van vanavond. Het belangrijkste is dat jullie stem doorslaggevend is. En dat je vanaf het begin al kunt stemmen. Meteen vanaf het eerste optreden. En hoe kun je nou stemmen? Nou, heel simpel, door direct als je een leuk liedje ziet, de telefoonnummer te bellen of te sms'en. Bel dan 090903. En als je nou bijvoorbeeld Servië leuk vindt, dan voeg je 05 toe aan het telefoonnummer. Of is bijvoorbeeld Macedonië, voeg dan 13 toe. Ja, en ze zeggen het zometeen niet, maar voor België moet je 11 toevoegen. En dat geldt ook voor sms'en. Sms dan bijvoorbeeld 11 naar 3669. For example, you believe that participants from Serbia are the best, then add 05 ja, ik liep iets op de zaken vooruit. So, the same should be done if you want to send an SMS. You can vote up to 20 times. 20 keer mag je dus stemmen per telefoon. Als je nou helemaal naar je zin hebt, dan mag je ook via andere telefoons nog meer stemmen. Do not remain indifferent.
En als u zometeen gaat bellen, vraag dan natuurlijk wel even toestemming aan degene die de telefoonrekening betaalt, of je mag stemmen. En de uitslag wordt voor de helft bepaald door een vakjury die elk land heeft. Voor ons land zit een heel team in Hilversum klaar, waaronder de winnares van vorig jaar, Marissa. En de andere helft wordt beslist door iedereen thuis die kan bellen of sms'en. Het lot van de deelnemers ligt in jullie handen, want jullie kunnen vanaf nu gaan stemmen. En we beginnen dit Songfestival met Zweden. Zij komen met een eigentijdse sound en een hele mooie, leuke dame. Mimi, 13 jaar. Haar twee oudere zussen hebben ook al meegedaan, in 2006 en in 2007. Zij werden toen achtste en derde. Hello, my name is Mimi and I'm from Sweden. These are my friends, Sophia and Maria. Our song is called Du, which means you in English. Mimi's liedje heet Jij en gaat over die ene speciale vriend. Hopelijk werkt haar stem dus mee, want ze heeft er een week... Nou ja, ze heeft er deze week voor in het ziekenhuis gelegen. Veel succes, Mimi. Dat was Mimi uit Zweden in haar Mimi-rock. Nou, dat had natuurlijk niet meer staan op het volwassen songfestival. We gaan door naar een lief poppetje uit Rusland met een nummer over het beroemde boekje De Kleine Prins. Katja, 12 jaar is ze, een schattig meisje met een gouden keeltje. Die notabene haar ouders moest overhalen om zangles te krijgen, maar wel met succes. Hi! My name is Katja. I am from Russia. And now you will listen to my song. Een typisch nostalgisch songfestivalliedje over Katharina die samen met de kleine prins wil praten met de dieren. Я потерял
internetvoorspellingen een absolute kans hebben. Rusland. En bij het volgende optreden zou je denken, dit is Spanje. Een temperamentvol meisje dat zingt over haar favoriete voetbalclub Barcelona. Maar we zitten een stuk oostelijker, namelijk in Armenië. Luara, 12 jaar, bedacht haar liedje tijdens de wedstrijd Manchester United-Barcelona. Precies op het moment dat haar ouders spontaan goal riepen. Hou je vast voor Armenië met Barcelona, natuurlijk in clubtenue en met voetballen. Barcelona. En tijdens deze Junior Champions League van de muziek is het nu de beurt aan Roemenië om te scoren. En zij pakken gelijk de rust met hun liedje Je hebt de kracht in eigen hand. Dat is de letterlijke vertaling. Ioana, 15 jaar oud en ze heeft pas zangles sinds 3 jaar. Ze gaat er dan ook vol voor. Elke ochtend om 7 uur op om te oefenen. En dat gaat niet ten koste van haar school. Ze haalt daar gemiddeld een 9,8 maar liefst. Ja, kijken of ze met haar liedje de 12 punten kan scoren. Ioana. Try to serve them, babe.
Roemenië. En let op, hè. Nog twee nummers, dan komt Ralf, onze Nederlandse inzending dit jaar. Nu de eerste band van het festival uit Servië. Ze heten Ništa Lično. Niks persoonlijks. Ze bestaan pas een paar maanden en kennen elkaar van zangwedstrijden. Ze hebben nu hun krachten gebundeld. Dat doen ze met het liedje met de titel De Ware. Hello from Serbia! We are the band Ništa Lično. We sing the song Onaj Pravi. And we have fun all the time! Het nummer gaat over je eerste echte liefde die je nooit meer vergeet. Tenminste, dat zeggen de mensen. Al dus de blije pianist van het stel. Hij is de schrijver. Servië. Servië, tja, en de band die heeft duidelijk niet live gespeeld, maar zangeres Annika heeft wel live gezongen. What an exciting even naar de presentatoren. I wanted to know if the same atmosphere is surrounding our young friends behind the stage. You know, we have the unique chance to find it out. The host of the backstage internet broadcast. Kijk, even naar de internetuitzending wat daar op dit moment achter de schermen gebeurt. Oh, hey, Ukraine! Je hoort Kate en Artem, daar zijn ze. And guess what's going on? The contestants from Serbia, Ništa Lično and Anita, who's having birthday today, have just come back from the stage. De zangeres is jarig vandaag. How old are you already? Now I'm 13 and now I'm teenage girl. Oh well, congratulations. And we hope that this birthday party will live in your heart and memory forever.
Ja, yeah, absoluut. Deze verjaardag zal ze nooit meer vergeten. Well, thank you guys. Congratulations. And your performance was so emotional. And we're glad you did not tear the strings. And Kate, I've just noticed that our next contestants from Georgia are also having a musical instrument. It's cello. And we do hope that people will stay safe. Thank you. En het volgende nummer heeft ook een bijzonder instrument bij zich. Namelijk een cello. En dat is Georgië. Alleen maar meiden. En misschien is Europa wel toe aan een stuur jongensnummers. En dat komt hartstikke goed uit, want hierna komt onze Ralf. Nu de winnaar van vorig jaar, Georgië. Je weet wel met die bijtjes. Dit keer sturen ze de prinsesjes. Deze meisjes willen klassieke muziek modern en populair maken. Join us in a magic world. Classic music. Make a wish. Bluebird is here. Hun lied heet De Blauwe Vogel. Georgië trekt weer alles uit de kast. Een ballerina, een cellist en een heuse fladderende vogel. Georgië. In our hearts we gather joy. It's in the song. You enjoy. Pretparken in Europa in de rij zullen staan om deze groep te boeken. Dan nu eindelijk Nederland met de 14-jarige Ralf. Hij gaat samen met zijn vier dansers voor ons steppen en breakdansen in zijn nummer Klik Klek. Ralf is een ervaren jongen. Hij had een rol in de musical Beauty and the Beast en speelde de kleine Tarzan. Afgelopen dagen hebben ze zich als echte professionele artiesten opgesteld. De repetities gingen super en alle meiden hier in Kiev lagen letterlijk aan hun voeten. The Netherlands and we want you to sing and swing along with our song Klik Klek. Hopelijk gaat hij ook de harten van Europa veroveren. Heel veel succes, Ralf. Oh, the diamond is you.
I can dance, hey. Urban folk or break. Is dat goed gedaan, jongens? En ook nu gingen de meiden weer helemaal uit hun dak. Ralf en zijn vrienden, ze zullen nog heel even moeten wachten op de puntentelling. Want nu eerst door naar het eiland Cyprus. Waar zijn de helden waar je over leert in schoolboeken? Dat zingt Raffaella in het poëtische lied Zee, Zon, Luchtvuur. Ze schreef het nummer in 2 dagen en inspiratie kreeg ze door alle verhalen over het verleden van haar opa en oma. Hello Europe, this is Cyprus and our song is Paras Aïnas Aïnas Aïnas. Een knappe dame die ook nog kan zingen. Cyprus. Raffaella uit Cyprus en we hoppen door naar een ander eiland, Malta.
Zij hebben dit jaar een opvallende combinatie. Een klein meisje en een wat groter meisje. De 10-jarige Micaela en de 14-jarige Francesca. Ze zijn erg verschillend en daar zingen ze dan ook over. Double trouble, dubbele problemen. Ze hebben overal ruzie over, maar uiteindelijk zijn ze toch de beste vrienden. Are you ready to sing and dance with us? I'm Francesca. And I'm Micaela. And together we... Double trouble! Vrolijk en tijdens de repetities vocaal sterk nummer. Malta. Trouble. Goed om te zien dat deze twee meiden zoveel plezier hebben op het podium. Malta, zometeen onze zuiderburen België. What's up, Kiel? Let's greet the participants one more time. Those who have just performed and those who are preparing. Let's greet them. So all Europe, here's our voices once again. Applaus voor alle kandidaten die hebben opgetreden en nog moeten gaan optreden. You are the best! Een enthousiaste zaal. Ja, dit is het grootste muzikale jeugdevenement in Europa. Miljoenen fans over de hele wereld kijken op dit moment met ons mee. Een show waar een jaar lang hard aan gewerkt is. We gaan nu zien hoe het hier de laatste week in het Sportpaleis er precies aan toe ging. De voorbereidingen. Ja, er is hard gewerkt om alles hier voor elkaar te krijgen. En dan vertel ik jullie intussen wat wij hier hebben meegemaakt. Echt alles wat Ralf en zijn mannen deden, werd met de camera's gevolgd. Een warming-up onder leiding van danscoach Lucia Martas. Het inzingen, het drinken van een flesje water en zelfs wij in onze commentatorenhokjes werden gefilmd. We kregen bijna last van achtervolgingswaanzin. Dan werd het ook nog eens een keer allemaal op grote schermen in het centrum van Kiev vertoond. Misschien soms een beetje te veel van het goede, maar ja, volgens mij is het vooral dat ze hier er bijzonder trots op zijn dat ze het festival dit jaar mogen organiseren. En zoals je ziet, er komt heel wat bij kijken.
I see you're ready to greet the next participants. So let's watch and support them all together. Ja, we gaan naar Oekraïne. Enthousiasme in de zaal uiteraard. En ze gaan natuurlijk flink uitpakken met hun eigen optreden. Ze hebben er zelfs, zoals jullie straks kunnen zien, een hele Oekraïense groentekraam voor naar binnen gesleept. Let op, hè. En de zanger, de 11-jarige Andrenik, die zit op de kar. Our song is very joyful. Let's get fun together. En Andrenik heeft een zeldzame ziekte waardoor zijn botten niet groeien. Lopen en dansen is daardoor wat moeilijk voor hem. Maar zingen kan hij goed. Oekraïne met een traditioneel kozakkennummer. De kar kan er weer uitgerold worden voor België. Een land die het voor het eerst in jaren bijzonder goed doet in de pols. Onze buren met de 10-jarige Laura. Zij is verliefd en uit dat dorp te jodelen. Ze kwam hiermee in aanraking door een YouTube-filmpje. En daarna wilde ze het zelf leren, omdat het iets is wat niet veel kinderen kunnen. Dobri vecher, Europe. Hi, I am Laura from Belgium. I'm 10 years old and I'm gonna sing my song Zo Verliefd. Ze is echt te lief voor woorden, maar we hopen wel dat ze gaat lachen tijdens haar optreden. Want dat gaat haar zeker punten opleveren. België. Ieder meisje dat is
Laura, de jongste deelnemster. Goed hoor. En als je het objectief bekijkt, dus niet rekening houdt met vriendjespolitiek, kan het niet anders dat ze hoog zou moeten eindigen. Maar ja, het is aan jullie, want het publiek beslist. Nu komt het nummer waar we even aan moesten wennen. De 13-jarige hoogblonde Jura uit Wit-Rusland met een mix van rap, klassiek en kerkmuziek. Hij gaat zelfs even tekeer als operazanger. Het liedje heet Magisch Konijn, geïnspireerd op het sprookje Alice in Wonderland. Wat Jura met zijn liedje wil zeggen, je moet altijd blijven lachen, wat er ook in je leven gebeurt. En hopelijk vinden zijn dansers dat ook, want zij moeten konijnenoren dragen tijdens deze act. Wit-Rusland. Ik ben zo benieuwd wat Nederland van dit nummer vindt. We zullen het zo zien bij de puntentelling. We gaan nu naar Macedonië, die de afgelopen 2 jaar vijfde werd. En dit jaar zouden ze met Sara wel weer eens hoge punten kunnen scoren. Je zou misschien denken, is ze niet veel te oud voor dit festival? Maar ze is toch echt 14 jaar en mag dus meedoen. Haar nummer heet For Love en doet het goed, vooral hier in de disco's in Kiev. From Macedonia. Now our song is called For Love. Swing mee met Sara uit Macedonië. Ti me pogledno val, so ti je oči tvoj, kako bistri okeani tleja. Pak se nasmerno val, so bela nasmevka, avo mojto srce sviri rajska muzika. Neka slušne si od sve, svega pejam ja za ljubav ta. Srekna su potica te, sunci sonu vam za ljubav ta. Neka znae vas se u sve, svega plaćam ja za ljubav ta. Slatki su ti
Sarah uit Macedonië. En het was een familiefeestje, want Sarah's zus stond ook op het podium bij de dansers. So, the last participating country has just performed, and en I think it's zo very te zien, Annie is even weg om zich te verkleden. En dat heeft met een speciale act zo meteen te maken. Vandaar dat Timur even alleen staat. And it's up to you, so don't hesitate and vote. Ja, en zoals hij zegt, jullie thuis kunnen bepalen wie er gaat winnen door nu je stem uit te brengen. Je kan dus 20 keer met dezelfde telefoon stemmen. Bel 090903 en voeg het telefoonnummer toe van je favoriet. Dus stel je vond Cyprus het beste, dan eindigt het nummer op 08. Met sms'en werkt het precies hetzelfde. Sms dan alleen je favoriete nummer naar 3669. Dus 08 of iets anders naar 3669. En hij heeft net even Nederland als voorbeeld genoemd. Dat is toch aardig. Van Timur. Kijk goed naar het nummer en let op, je mag natuurlijk niet op ons eigen land stemmen. Dat kan nu niet. The young stars need your support. As you notice, you have not much time left, but still enough. Er is niet veel tijd om te stemmen. And I want to say bravo to all those people who performed at this stage. We gaan nu kijken naar alle 13 landen op een rij. Kijk even mee op 7 dus Nederland. Stem nu. Yeah.
of jullie het gehoord hebben, maar het Oekraïense publiek ging bij liedje 07 echt uit hun dak. We schrokken er zelfs van. Ja, het lijkt erop dat ze hier behoorlijk favoriet zijn. Natuurlijk vonden ze andere Nika uit Oekraïne zelf ook heel erg goed. Maar ja, dat lijkt me logisch als je een feestje in eigen land houdt. En let op, hè, er kan nog even gestemd worden. We gaan nu naar een superstrak optreden kijken van Annie Lorak, de presentatrice. Zij vertegenwoordigde in 2008 Oekraïne tijdens het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde hoog. Ze werd namelijk tweede. Zij weet dus als geen ander hoe het is om op zo'n groot podium op te mogen treden. Let's greet our megastar and great singer. Ja, ze is hier megaster in Oekraïne. Ze komt met haar nieuwe nummer I'm Alive en haar nummer Shady Lady. Een eerbetoon aan de trendy vrouw. Dus dames, maar ook heren in Nederland, opgelet. Annie Lorak. I will never cry that now we're
Dani Lorak. Zo, dat is een strak optreden. Ik kan me voorstellen dat ze een beetje achter adem is. Goede dansers ook in de achtergrond. Maar wij merken hier dat de mensen in Oekraïne al gaan zwijmelen alleen al bij het horen van haar naam. We are standing by her show. We wish you to sing it one more time. Dima wil dat Annie nog een keer gaat optreden. Depends on the director of the broadcast. Mr. Director, can I sing another song for us? Wordt even gecheckt bij de regisseur of ze nog een keer mag optreden. Alright. En dat mag helaas niet. Show moet natuurlijk doorgaan. We willen zo meteen natuurlijk naar die puntentelling toe. Wat heeft Nederland gedaan? Wat hebben Ralf en zijn mannen gescoord? We zijn ongelooflijk benieuwd. One can fry eggs or making coffee without help of electric devices. En zoals je ziet, ze zitten daar allemaal in de achtergrond. De mannen zitten links voor. We gaan nog een keer kijken naar de optredens van allemaal. En jullie hebben dus nog even om te stemmen. Doe dat. Dit zijn ze. How actively the fans in the audience hall are behaving. Timo, check even het publiek. Hoeveel stemmen er gedaan zijn door het publiek? 40 keer? Of nee, 20 keer?
Hey! Zij doet 40 keer. I have the bones! Ja, dat kan meteen weer. Well done, well done. What about you? Only 15 yet. Don't worry. 15 keer heeft zij gestemd. Because it is possible to vote up to 20 times. Je kunt dus per telefoon 20 keer stemmen. En bel snel, want je hebt nu echt nog maar heel even. De lijnen sluiten over enkele ogenblikken. Don't wait, we have almost run out of time. The time is flying very quickly. And de jongens zitten daar redelijk relaxed. Ze deden heel goed mee net, met de terugblik. And I'm asked in the audience hall, do you like the show tonight? Dit zijn de nummers. Bel snel. 090903 en dan je favoriet daarachteraan. Of sms natuurlijk naar 3669. Okay, you have a few seconds to vote and after it. Nog heel even. Enthousiaste meiden. Hurry up, only few minutes. Nou, daar is Annie weer. Nou, was er nu wat anders aan? Ja, en ze is nog niet binnen of ze gaat de lijn alweer sluiten. Nog maar 2 seconden. Ja, je kan vanaf nu niet meer bellen. De lijnen zijn nu gesloten. Oeh, in één keer is het heel spannend. We gaan door. Ja, en nu wordt het punten tellen en nu wordt het ongelooflijk spannend voor Ralf en zijn dansers. Wat gaat hij doen dit jaar? Nu zitten ze nog ontspannen, maar zometeen wordt het heel erg spannend. En niet alleen voor die jongens, ook voor ons kan ik je melden. Binnenkort weten we wie de winnaar van het Junior Eurovisie Songfestival 2009 is. But this will not prevent us from listening our favorite song, which we heard here tonight. Ja, wij van de Nederlandse delegatie die hebben hier natuurlijk deze week de liedjes heel vaak gehoord. En wat ons betreft, ze vervelen geen moment. Jullie kunnen na de show nog een keer ze beluisteren door naar de website te gaan, juniorEurovision.tv. En er is ook een speciaal YouTube-kanaal, daar kun je ook naar doorklikken. En je kunt er ook een cd bestellen. Ja, en dan nu iets heel bijzonders. Kijk mee naar de andere jonge talenten uit de Oekraïne. De Rizoma Junior Acrobats. Hun optreden heeft de titel Music Box meegekregen, oftewel de speeldoos. Dat is wat jullie nu in levende lijven te zien krijgen met Carina en Yuri. Jullie zagen ze al in de opening. Ze zijn nog maar 7 jaar. En ze werden beroemd door het tv-programma Oekraïne Got Talent. Een sprookjesachtig optreden door zeer getalenteerde kinderen.
Thank you. Ongelooflijk, hè? Probeer dat zelf maar eens. Volgens mij is het niet te doen. Zeker in ieder geval niet zonder training. Ik zou het in ieder geval niet proberen. Ja, zo te horen heeft Annie stress. Ze kan bijna niet meer wachten voordat die uitslagen zo binnenkomen. En omdat we nog heel even hebben, heeft Timo een suggestie om naar de website te kijken. Hij doet dat via zijn mobiel, maar je kunt het natuurlijk ook via je gewone computer doen. Laat de tv uiteraard wel aanstaan, want straks wordt bekend hoeveel punten Ralf gaat krijgen van Europa. Cyberspace. Probably you already know the name of the winner. We gaan even kijken backstage. Adres staat in beeld: juniorEurovision.tv. We have a lot of interesting things we would like to share with you. And of course, thank you for the advertising of our website. Nog niet wie de so far, almost a million users have gone on our duizenden webpage. Bezoekers zijn er inmiddels al geweest op de website. Thank you. Zij gaan daar nog even door. Ja, we gaan door met het muzikale sprookje met de rhizoma-acrobaten. Dit optreden heet De Boom van het Leven, het symbool van het festival. Ze gaan het zelfs uitbeelden en let op de ongelooflijke, knappe prestatie van deze jonge acrobaten. En terwijl we wachten op de resultaten van de voting, I propose everybody to join the tour on the Magic Music Land together with the fairy tale heroes. The tour continue with Rhizoma! Thank you.
win the main trophy to be presented. En terecht, groot applaus voor de Rimosa acrobaat. En jullie zagen hem al, de trofee, de prijs die de winnaar mee naar huis neemt vanavond. Leg even uit nu wat die trofee nou precies betekent. Het is een boom in bloei, naar een oude legende over een boom die boven de zee uitkwam. Er was helemaal niks, geen licht, geen mensen, geen aarde, maar toen deze boom in bloei ging staan, trok de zee zich terug, kwam de zon op en verschenen de mensen. Ze begonnen te zingen en te dansen rond die bloeiende boom. De boom gaf hun geluk. Ja, het mooie is, alle deelnemers hebben vandaag een boom geplant hier op het plein bij het Sportpaleis. En ook onze Nederlanders. Er staat een mooi bordje bij met alle namen van Ralf en zijn dansers als symbool voor het groeiende talent. Ja. Zometeen weten we dus wie de winnaar is van al onze deelnemers van vanavond. We gaan even kijken naar de afgelopen week. We zien de aankomst van de kandidaat in Kiev op de luchthaven. Zo meteen zie je Ralf, hoor, let op. In de bus. Daar zijn ze. En ze slapen allemaal in hetzelfde hotel, de deelnemers. Zie je ze weer. Dat was ook een openingsparty. CD'tjes werden uitgedeeld. Postcards, dus die beginfilmpjes werden opgenomen via een speciaal achtergronddoek zoals je zag. Daar heb je de Belgische Laura. En er werden verschillende... Oh, niet te geloven. Er wordt weer gegrild als die jongens in beeld komen. Het is echt heel... Ik vind het zo bijzonder wat hier gebeurt. Het is net de Backstreet Boys die we mee hebben genomen. Of een andere populaire groep. Ze hebben gebald. Ze hebben geskate. Maar dat gingen onze jongens niet doen uit veiligheidsoverwegingen. Dan heb je die leuke groentekar weer. In en uit ging dat ding. Repetities uiteraard. 4 keer mochten onze jongens. En een dance battle. Dit is Roemenië. Die ging dansen tegen Nederland. Let op hoor. Daar heb je er al. Nou, jullie raden al wie er wint. En er wordt weer gejuicht hier. Nou. Goed. Rustig blijven vanavond. Kijken wat er zometeen gaat gebeuren. Dit is Oekraïne. Er is veel gefeest. Het was een statig feestje, want zelfs de president was aanwezig. Ik heb haar alleen niet zien dansen. Wow, such a wonderful memories. And now it's time to announce the winner of the Junior Eurovision Song Contest 2009. Het is zover, jongens. We gaan naar de bekendmaking. Het moment van het verdelen van de punten is daar. And in order to start the announcement of the voting result, we would like to give a word to the director of EBU TV department. We gaan even naar de directeur van de EBU, de organisatie van Europese omroepen. We gaan even checken of alle resultaten goed zijn binnengekomen hier in Kiev. Ik voorstel dat er natuurlijk allemaal lijnen in heel Europa hier naartoe komen. Yes, first I would like to say that in the Eurovision and in the European Broadcast Union, we are so impressed with these young artists. Ze zijn heel erg onder de indruk van alle jonge artiesten. 12 points from the start. Wow, en iedereen krijgt daarom de maximale 12 punten om mee te beginnen. Elk land 12 punten uit blijk van waardering. Alle 13 landen. Deze Björn Eriksson, de baas van de televisie. Then I can inform you that we have got all the jury results in. Ja, we have got all the televoting results in. They have been calculated. Everything is according to the rules. Televoting van het publiek is binnen. So the result is there. And dear Annie and Timur, you can start the presentation from all the countries. Super. We gaan beginnen. Thanks, Mr. Eriksson. So, in a moment, we will know which of the participants, in your opinion, was the best. Wat heeft Europa nu gekozen? Wat hebben jullie in Nederland gekozen? We zien het zo meteen. Participants. After later, we will there will be points from all Europe added to this considerable advance. Point from 1 to 5 appear on screen. Ja, de punten van 1 tot 5 verschijnen meteen op het scorebord. De punten 6 tot en met 10 en de maximale 12 worden bekendgemaakt door speciale vertegenwoordigers van het land. In ons geval is dat Marissa, onze winnares van vorig jaar. We beginnen met een West-Europees land, namelijk Zweden. En daar zit in Stockholm Elise Matteson. Zij is daar een presentatrice.
Ja, en Zweden doet gelukkig na een jaar van afwezigheid weer mee. The first results of our voting from Sweden. En de jongens zitten dicht tegen elkaar aangekropen. Op de bank. Even kijken. Roemenië 1 punt, Servië 2. De prinsessen uit Georgië krijgen 3, 4 Oekraïne. 5 Macedonië. 7 points go to Cyprus. En Rusland krijgt 6 punten. Dat was een heel goed liedje. De tweede optreden. Go to Belgium. België. 8 punten, dat is leuk voor Laura. Maar Nederland staat er nog niet in. 10 points go to Armenië. Armenië met Barcelona. De sportieve meiden krijgen 10 punten. Wie krijgt de 12 punten? And finally 12 points from Sweden. Naar? It's going to the Netherlands. Oh, Nederland, 12 punten. Oh. Congratulations. Kijk eens. Ralf en zijn mannen, ze zijn er blij mee. En terecht. De maximale 12 punten als eerste score hebben we binnen. Dat is in jaren niet gebeurd. Wauw, dat is een leuke opsteker. We gaan door naar Rusland. En in Rusland zit Filip Mazarov. Hij is acteur. Ik heb zo'n vermoeden dat Oekraïne, Wit-Rusland en Armenië hier wel punten krijgen. Dat zijn bevriende landen, zeg maar. Kijk even, Georgië 5 punten, Zweden 4. Belarus! Oh, Wit-Rusland krijgt 6 punten van Rusland. Dat is op zich niet zo heel erg veel. Go to Ukraine. Voor Oekraïne krijgt 7 punten. En, En? 8 punten. 8 punten voor Nederland. Yes, 8 points, super! Dat is natuurlijk fantastisch. 8 punten. 8 points. 10, oh sorry. Ja, yeah, 10 points. Even de tel kwijt. To Belgium. België krijgt 10 punten. Laura met zo verliefd, haar jodelnummer. Finally, our 12 points go to... Armenië krijgt van Rusland de maximale 12 punten. De meiden van Barcelona, dat liedje. We staan nu op 1 volgens mij. Oh, Armenië staat op 1. So the next country is sunny Armenia. Ja, we gaan naar Armenië die dan even geen punten kan geven. Rashmik uit de hoofdstad Yerevan geeft nu de punten. Yerevan calling. Thanks for the wonderful show. And here are the first results of the Armenian vote. So the first results. Daar gaan we. Of the Armenian voting, and can we have the rest of your points, please? Even kijken. 2 punten voor Cyprus. Voor Rafaela. Georgia, 6 points. Bravo. Prinsesjes krijgen 6 punten. 7 points go to Belgium. Belgium, 7 points. België krijgt 7 punten. 8 points. Go to Netherlands. 8 punten voor Nederland. Well done. Ja, jullie zien, dit is nog maar derde land, maar we staan even bovenaan. Go to Russia. Russia. Rusland krijgt van Armenië 10 And punten. Our final. Maar wie gaan, zou het de buren zijn? Georgië? Ukraine. Nee, die hebben al punten gehad. Oekraïne krijgt maar liefst 12 punten en de kleine Andranik is daar heel erg blij mee. Thank you, Armenia. So we go in. Andranik uit Oekraïne. En het publiek is daar natuurlijk heel erg tevreden mee. Romania, good evening. Kleine jongen is maar 1,8 meter. Good evening, Ukraine. Maar uithalen met zingen kan hij als de beste. We gaan naar Roemenië. Such an amazing show. Can we have your first result of the Romanian vote? So, dit is Julia. Zij gaf vorig jaar ook de punten namens Roemenië. 5 punten voor België. Points go to Armenia. Armenia, 6 points. 6 points Armenia. Een stuivertje wisselen daar bovenaan. 7 points for Georgia. Georgia, 7 points. 7 punten voor Georgië. Vorig jaar waren zij dus de winnaar. 8 points go to Russia. Russia, 8 points. Roemenië geeft 8 punten aan Rusland. And 10 points. Voor Oekraïne. 10 punten. We hebben nog geen punten gekregen. Wat geeft Roemenië? Super, thank you.
go to... the Netherlands! Ja! 12 punten! We staan bovenaan! Thank you! Thank you, Romania! Oh. Congratulations! Kijk eens! So, the next country is... Ik krijg kippenvel. Ik weet niet hoe het bij jullie thuis zit. Hello, Serbia. We gaan naar Servië. There? Daar zit Nevena. Zij werd derde in Rotterdam met Pizimi. Thank you. Belgrade calling. Dat was in 2007. First votes from Serbia. First results and goed, Servië. Wait, the rest of your points, please. Oké. Okay. Yes, vijf punten voor Zweden, twee voor Oekraïne. Go to. Kijk, en als die koplanden wat minder punten krijgen, ja, dan hopelijk komt dat zometeen voor ons goed uit. Zes punten voor Macedonië, het laatste nummer. Ik had daarvan verwacht dat die wat hoger zouden eindigen. Armenië, zeven punten. En nu, wie krijgen die hogere punten? Go to the Netherlands. Acht punten. Eight points, bravo. Zo, super. 60 punten hebben we nu. Points go to Russia. Russia! Rusland krijgt van Servië 10 punten. Well done. En Rusland was dat lieve meisje. 12 points. Ekaterina heet ze officieel. Belgium. België, 12 punten. Schiet weer omhoog. Thank you very much. Zou dit het jaar van Nederland en België worden? Oké, ze lacht. Dat is leuk. Zo zien we haar graag. We gaan nu naar de top 5. En kijk eens even mee. We staan op 1. We staan op 1. Dit is in de geschiedenis van het junior, maar ook in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival heel lang niet meer gebeurd. Kijk, onze rol en ze dansen zijn zo blij. Terecht. Even voor jullie informatie. Sinds 1975 heeft Nederland niets meer gewonnen op dit op überhaupt een Europees festival. En we staan nu gewoon bovenaan. Maar goed, we hebben pas 5 landen gehad, hè? Laten we niet al te vroeg gaan juichen. Wat gebeurt er? Yes, of course. Well, our 6 points go to Belgium. Belgium. Ze gaat even jodelen. 6 punten. België-Nederland, nu beide bovenaan. Katarabava, from Russia. Russia, 7 points. Well done. Oké, Ekaterina, Katja. Het liedje over de kleine prins. 8 points go to... Die krijgt punten. The Netherlands. Netherlands, 8 punten. Points. Oh, dat is spannend. Our 10 points go to... Ukraine. Ukraine, 10 points. Oh, Oekraïne krijgt nu... 10 punten met Andranik. Wie zal het worden? Armenië? Georgië? Goal! Barcelona! Armenië! Armenië. 12 punten. Ja, die schiet dan weer omhoog. Thank you, Georgia. Well done, Armenië. And we travel in. Ze houden in Georgië van voetbal en van mij. Kijk, daar zit Marissa. Good evening, Kiev. Ze zegt het hartstikke goed. Ze is ook met haar eigen liedjes bezig om op te nemen. Thanks for this great show tonight. Thank you. These are the first points from the Netherlands. Wij krijgen dus even geen punten nu. Thanks. The first wat hebben jullie gekozen? Ik ben heel erg benieuwd. Roemenië, 1 punt. Dat was een rustig liedje. Het laatste nummer 2. Wit-Rusland met Yannick krijgt toch nog 3 punten. 6 points go to... Prinsessen 4. Sweden. Oekraïne 5. Sweden! Sweden, 6 points! Oh. Annie, die wordt heel enthousiast van Zweden. Russia. Russia, 7 points! 7 punten voor Rusland. 8 points go to Malta. Malta. Dat vind ik leuk. Double Trouble krijgt 8 punten van Nederland. 10 points go to Armenia. Armenia, 10 points. 10 punten voor Armenië. And finally, wie? Our 12 points go to Belgium. België, 12 punten. En wat doet Nederland ermee? Die zet België bovenaan. Maar België moet zelf ook nog punten uitdelen, dus misschien komt het zo meteen goed. Ja, ik denk dat onze Belgen buren heel erg blij zijn met de 12 punten. Vorig jaar gaven we ze 10. En België gaf ons vorig jaar niet zo heel veel punten, 5 maar. Ik ben benieuwd wat ze zo meteen gaan doen. Waar staan we? The fifth place, we check at the table. België staat nu op 1. Oeh, Armenië op 2. Met 1 punt verschil staat Nederland nu op 3.
Oekraïne, 62 punten, 4. En Rusland, Katja, op de vijfde plaats. The second place is Armenia. Kijk, één voordeel. Wij hebben nu punten weggegeven. Iedereen kan nu vanaf nu punten aan ons geven. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. Het zou toch geweldig zijn. Maar ja, Ralf die wilde zelf in ieder geval bij de eerste 10 terechtkomen. Ik had beloofd dat ik mijn schoenen op zou vreten als hij niet bij de eerste 7 zou terechtkomen. Dat moet toch echt wel lukken vandaag. Daar zitten de jongens achter. Ja, ze supporten elkaar allemaal in de green room. Dat is altijd fijn. Sportiviteit bij dit festival. Thanks. Ralf is blij daaronder. Als hij zo doorgaat met punten, dan wordt er sowieso geschiedenis geschreven. We gaan door met het volgende land dat punten gaat uitdelen. En dat is Cyprus. En in de hoofdstad Nicosia zit daar Yorgos. Hij deed ook mee in Rotterdam en had vorig jaar een rol in de opening van de show toen het in Cyprus werd gehouden. Helaas voor Cyprus, Griekenland doet dit jaar niet mee, want zij geven elkaar meestal punten. Hoewel, vorig jaar niet zoveel. Toen was het optreden ook niet zo heel erg goed. Zullen we leren je buren kennen? België. 6 punten van Cyprus. 7 points go to Georgia. Georgia. 7 points. De zessen krijgen 7 punten. Met een sprookjesachtig liedje. 8 points go to the Netherlands. 8 punten van Nederland. Nee. Krijgt Armenië nu veel punten? 10 points go to Russia. Russia. 10 points. Super. Het wordt spannend daarbovenaan. Finally, 12 points go to goal. Ja, Armenia. Cyprus vond Armenië een goed nummer. En die klimt naar de eerste plek. Thank you, Cyprus, for the results. So let's go. Ja, terecht dat ze daar blij mee zijn. How are you there? We gaan gelijk door naar Malta. In Valletta zit daar Daniel Testa. Hij was deelnemer vorig jaar. Hij werd vierde, de hoogste nummering ooit voor Malta. Yes, of course. 6 points go to Armenia. Armenia, 6 points. Dat komt goed uit voor ons. 7 points go to Russia. Russia, 7 points. Rusland, 7 punten. 8 points go to 8 punten voor Nederland. We schieten omhoog, maar Armenië staat nog steeds bovenaan. Totale verschillende verdeling van punten in Europa. Georgia! Kijk, 10 punten maar liefst van Malta aan Georgië. Zou België nou in één keer 12 punten krijgen? Oh, ja joh! België staat bovenaan. Wat gaat er allemaal gebeuren? Natuurlijk hartstikke leuk. Want nog nooit is het volgens mij gebeurd dat de twee westerse landen, België en Nederland, zo hoog stonden. We zijn nu in Oekraïne. Hier om de hoek in Kiev zit Marietta. Ze heeft zelf meegedaan aan de voorrondes hier in Oekraïne. Helaas niet gewonnen. Ze heeft al wel 3 cd's op haar naam staan. Daar gaan de eerste punten. België 5 nu. Wat een verschillend. Go to Georgia. Georgia 6 points. En Georgië die kruipt wat omhoog. 7 point. Go to Belarus. Belarus 7 points. Wit-Rusland. Dat hele aparte gekke nummer van Jura. Krijgt 7. Netherlands. Netherlands. Krijgt 8 punten. Super. 10 points. Tweede. Go to Armenia. Armenia. 10 points. And the finally 12 points. And go to Russia. Russia. Ja. Russia 12 points. Oekraïne geeft 12 punten aan de buren Rusland. Okay, het is een goed liedje. Dat moet ik echt toegeven. Katja met de kleine prins. The leader is, let's check. Maar we staan nu op de derde plek. En het scheelt niet veel. Maar een paar punten. So now on the 3 countries are left for us to select. Nog 3 landen te gaan. Oh. And we go. Ik kan me voorstellen dat de spanning bij jullie thuis ook niet uit te houden is. What are the votes of Belgium? Belgium.
België. Oliver, deelnemer vorig jaar. Toen had hij het nummer Shut Up. You look beautiful tonight. Oliver geeft even een complimentje. Oké. Okay. And the rest of your points, please. Kom op. Geef ons een zetje. 6 points go to Malta. Malta, 6 points. Double trouble. Twee verschillende meiden. 7 points go to Sweden. Sweden, bravo. 7 points. 7 punten. Super. 8 points go to Russia. Russia. 8 punten voor Rusland. 10 points go to Armenia. 10 punten voor Armenia. Well done. Wie krijgt 12 punten toen aan België, alsjeblieft. And finally, 12 points go to the Netherlands. Yes. Dankjewel België. En daarmee staan we nu op de tweede plek. Met maar 3 punten verschil van de eerste plek. Belarus, we moeten Rusland en Macedonië nog te gaan. Belarus, hello. Hello, Kiev. Minsk calling. Here are the first points. Wordt het Barcelona, wordt het België met het jodeliedje, of worden wij het met klik, klik? And can we have the rest of your points, please? Rusland kruipt ook omhoog, zie je dat? Yes, of course. 6 points go to Belgium. Belgium, 6 points. Dit is trouwens Arina. 7 points go to the Netherlands. Netherlands, 7 points. 7 punten. Ik vrees toch echt dat Wit-Rusland hoge punten gaat geven aan Armenië. Go to Armenia. Armenia. Maar ja, nu blijft het heel erg dicht bij elkaar. 8 punten voor Armenië. Go to Ukraine. Ukraine, 10 points. Thank you. Wit-Rusland krijgt 10 punten. Of Oekraïne krijgt 10 punten. Our 12 valt met Rusland. Go to 12. Whom do you think? Oh, we don't know. We don't That's know. Right. Yeah. Our 12 points go to Russia. Yeah. Russia! 12 points! Congratulations, dat is Russia. Dat is een typetje vrienden misschien. Junior Eurovision 2010. Yeah. Goed, we gaan heel goed. Het feit is, we gaan super. Is former Yugoslav Republic of Macedonia. Macedonië bepaalt nu wie er gaat winnen. How are you there? Hello, oh, we zijn nog nooit zo dicht bij een overwinning geweest. Maar sowieso, Ralf en zijn mannen hebben het supergoed gedaan. Thank you for watching us. Macedonië, alsjeblieft. So the first points, and can we have the rest of the points, please? Armenië krijgt 1 punt. Yes, of course. Oh jongens, gaat het gebeuren? Belarus. Wit-Rusland 6 punten. Congratulations. 7 points. Go to Russia. Russia. 7 points. Oeh, die staat nu op 1. Hoeveel krijgen wij? Maar België. 8 points. Go to Sweden. Sweden. 8 points, Sweden. Ik hou niet meer. 10 punten. 10 points. Go to the Netherlands. Ja. 10 punten. We staan bovenaan. En dat betekent dat Nederland gewonnen heeft. Voor het eerst sinds 33 jaar wint Nederland weer een Eurovisie Songfestival. Het Junior Eurovisie Songfestival. Met 121 punten zijn Ralf en zijn mannen de winnaars. En we flikken het gewoon. Goed gedaan, jongens. Oh, we zijn de winnaar. Niet te geloven. Kijk eens hoe blij ze zijn. En wat terecht dat we hebben gewonnen. Niet te geloven, ik schud hier bijna uit mijn hokje. Al die jaren. 34 jaar, ik leef 33 jaar, altijd het Songfestival gezien, nooit hebben we gewonnen. En nu van dit kleine hokje in Kiev mag ik zeggen, Nederland heeft het Junior Eurovisie Songfestival gewonnen met een wervelende act. Klik, klek, Ralf met zijn dansers, Dylan, Cassius en Tim en Geronimo. Helden zijn het. En ze staan te springen op het podium. Eindelijk, we hebben gewonnen. Sinds jaren. Ze waren hier de afgelopen week mega populair. Meiden begonnen spontaan te gillen. Wij hadden het idee dat we met een superpopgroep binnenkwamen. Gisteren bij de repetities viel het licht in één keer uit. Het ging helemaal op zwart en die jongens moesten opnieuw. Ze deden het fantastisch. En ze hebben het gewoon gedaan. Glitters voor Ralf en al zijn dansers.
Wat zijn we trots als AVRO. Jarenlang bezig geweest met het ontwikkelen van jong talent. En nu eindelijk is het gelukt. Complimenten voor ons hele team. Ik zit hier samen met Nicole, José. Maar beneden staan Christine, Anja. In Hilversum zit Joppe. En nog veel meer mensen hebben er meegewerkt. En natuurlijk Lucia Martas. Zij heeft de jongens gedragen naar het podium. De zangeres de zangcoach Babette Labij zit thuis. Wat zal zij blij zijn. Eindelijk is het ons gelukt. Een team van zeer talentvolle mensen hebben ze begeleid. En kijk eens, zij hebben het gedaan. Ralf en zijn dansers, nummer 1 in Europa tijdens dit EK van de muziek. Hij komt nog één keer met klik klik. Genieten mensen, we zijn de winnaar. Europees kampioen. We hebben gewonnen. En wat een feest. Ga naar het Junior Eurovisie of het Junior Songfestival.avro.nl om alles te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Namens de AVRO bedankt voor het kijken. We zijn uitgelaten. We gaan nog iets opnemen. En ga morgen naar Schiphol. Rond 7:15 's avonds komen we aan. Vanuit Kiev. Tot morgen!